dames, zijn van harte welkom in onze salon Beauty by Zara. Wij zijn gevestigd in Eerste Oosterparkstraat, nummer 170, Amsterdam-Oost. Wij hebben voordelige prijzen voor onze klanten. Wij zijn gespecialiseerd in haarstyling, visagie, gezichtsbehandelingen, waxen, permanente make-up en wimperextensions. U kunt ons ook volgen op onze Facebook en Instagram, Beauty by Zara. Tot ziens! Welkom in de plug. Ik ben Peter Moelen en ben 30 jaar geleden begonnen met deze winkel. Een heleboel bekende mensen zijn er inmiddels geweest. Ik heb Joe Walsh van de Eagles, ik heb Joe Bonamassa, David is in het verleden wel eens, geloof ik. Wie? David Hongstel. Oasis is hier geweest. Ja, een heleboel mensen, dus ja, hier langs. Altijd goede deals, prachtige gitaren, heel veel aan de hand, dus mooie prijzen en alles erop en eraan. Mijn naam is Jaap Duin, aka Samson Spin. Ik ben de schrijver van deze boeken. Het gaat over de periode van de drugshandel in het begin jaren 70. Ik heb heel veel boeken gelezen over de zogenaamde volksonderwereld. En natuurlijk heb ik zelf mijn hele leven hier rondgelopen. Maar ik heb zelfs hier in deze boeken dingen gelezen waarvan ik uit de stoel viel. De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Die zich vanavond niet gaat overgeven. We hebben vandaag, en daar zijn we bijzonder trots op. Voor het eerst in het bestaan van onze geschiedenis, van de Stem van de Straat, hebben ook wij, ja, luistert u goed, kijkers, gaat u zitten op uw stoel. Hebben wij een echte president in onze uitzending. En wel te verstaan, president Henk Kuipers, die zich nooit overgeeft. In de volksmond en in de pulp media mafia ook wel bekend als van de motorbende No Surrender. Maar goed, anders dan president Tip Obama, die afgelopen week voor een kleine som van $500,000 zijn brandleugels heeft gelopen spuien bij de Wall Street bankier gangsters, is president Henk met zijn minister van Volksgezondheid Theo hier gratis onze gast. Nou ja, we gaan natuurlijk verderop in het programma van gedachten wisselen. Hoe het is als eerlijk gekozen president die als enige over ons niet op het elite gangster billboard staat. Nou, kijkt u maar wie er allemaal op staan. Nou, dan ziet u dus geen jongens van de motorclubs. Allemaal ratten in pak die vrij rondlopen en nergens last van hebben. Maar we gaan dus met onze gasten bespreken hoe het is om te moeten leven, dagelijks te moeten leven, als je door de pulpmedia maffia en de VVD-pedo-justitie, inmiddels van de zoveelste minister, hè, hebben we eerst natuurlijk die bral Ivo Opstelten daar hebben zitten brallen. Daarna kwam die Thewe, die altijd zijn geheugen kwijt is en drugsgeld liep wit te wassen van Kees Helmers. Zit het inmiddels de VVD-aasgier Stef Blok, is daar de baas. Als, hoe het is om als mens in Nederland, als vervolgd mens kan je bijna zeggen. Misschien lijkt het er wel een beetje op voor hun hoe het was om in 40, 45 te moeten leven. Als een Jood. Hun worden dagelijks worden ze in de media aan de schandpaal genageld. Als het grote monster van het volk. En vervolgd tot op het bot door die corrupte pedo-VVD-justitie. Oké, dan gaan we dus verderop in de uitzending gaan we daar uitvoerig over praten. Jo, kijk jij hier nog tot zover wat aan toe te voegen als allesdeskundige? Nee.
Nee, helemaal niks? Nee, ik vind het heel spannend allemaal. Oh, ja, dat wel. Oké. Okay. Heb je vandaag iets speciaals aangedaan? Kogelvrij vest? Ja. Kogelvrij slipje ook? Ja. Ja, slipje ook? Ja. Oké. Okay. Okay, nou, eerst even een kleine mededeling van de orde. Afgelopen week, ja, het is ongelooflijk, hebben wij een massale toeloop gehad weer van nieuwe leden die zich aanmelden bij onze politieke partij De Stem van de Straat. Telefoon stond roodgloeiend. En zoals u weet zijn wij de enige partij waar mensen, die kunnen ons sponsoren. Voor als er dus mensen lid willen worden van onze partij, die behoren tot de, zeg maar de laagste klasse. De mensen die onder de armoedegrens moeten overleven in Nederland. Mm-hmm. En dat wordt wel eens vergeten in de mainstream media. Het wordt ook wel elders genoemd de deadstream media. Want ze zijn alleen maar voor oorlogen. Maar goed, dat er 2,5 miljoen mensen in Nederland moeten leven onder de armoedegrens. Nou, voor die groep hebben wij als eerste politieke partij, kijk ook even hier naar die 5 punten van onze partij, waar wij voor staan, hebben wij dus ingevoerd partijleden die geen geld hebben, maar je hebt ook natuurlijk partijleden die sympathiek zijn, die hebben we inmiddels eentje al gehad, die heeft het 10 geadopteerd. Partijleden die dus wel geld hebben en het kunnen missen, kunnen bij onze partij, net zoals je bijvoorbeeld via al die oplichtings Giro 555 stichtingen, weet je, voor de derde wereld de boel lopen op te lichten met die goede doelenmafia. Mm-hmm. Maar goed, je krijgt bij ons, onze partij geeft de mogelijkheid dat rijke partijleden kunnen arme partijleden adopteren. Zeg maar, net zodat je een kind in de derde wereld adopteert, kan je bij ons dus leden adopteren. Nou, er was dus een man met een goed hart, die heeft inmiddels 10 van onze leden geadopteerd. Moet je voorstellen, die heeft 10 leden geadopteerd. In plaats van, zal maar zeggen, 10 kinderen in Afrika geadopteerd. Ja. Die 10 kinderen. Nou, dus dat was dat over onze partij. Nu gaan we het even hebben over formaliteit eigenlijk. Afgelopen week was natuurlijk weer de beruchte dodenherdenking op de Dam. Ja. Ja, heb je het gezien? Ja. Ja, ik krijg er altijd zo'n vieze smaak van in mijn mond. Want dan staat er op die Dam. Dan staat die koninklijke familie daar weer krokodillentranen te hangen. Met die hofnar van ze, die Mark Rutte. Zootje. Ja, ik kom er zo op terug waarom ik daar een vieze smaak van in mijn mond krijg. Het is zo'n hypocriete bende. Laat ik u zeggen waarom ik dat vind. Nou, ten eerste, even de feiten. Ik vraag u even eens over na te denken hoeveel Nederlanders, en heb ik het dus niet over onze Joodse broederen, Joodse brothers, want ik geloof dat daar 100.000 van omgekomen zijn. Nederland was overigens het land waar de meeste Joden zijn afgevoerd, omdat onder andere de NSB en de Nederlandse politie daar flink aan mee heeft gewerkt hè, voor de Duitsers. Er was een premie van een tientje per Jood. Ja, officieel. De politie kreeg een tientje per Jood, moet je je voorstellen, die ze inleverden bij de SS. Nou, ze hebben hun best gedaan. Nederland heeft dus het meeste aantal Joden uitgeleverd aan de nazi's van heel Europa. Dat is 1. Daar hoor je ze ook nooit over op die Dam. Maar, even terugkomen. Hoeveel Nederlanders zijn er nou feitelijk in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers, hè? Door de Duitsers, tijdens de bezetting, feitelijk gesneuveld? Nou, ik heb niet helemaal die cijfers opgezocht, daar heb ik vandaag geen tijd voor. Maar het loopt in een, gaat u maar googlen, wellicht 5,000-6,000. Maximaal 10.000. Ja, zeg, het is niet dat het weinig is. Maar als u dat afzet tegen Rusland, 30 miljoen doden. Polen half uitgemoord. Frankrijk heftig verzet. Ja, enzovoort. Dus Nederland heeft eigenlijk feitelijk heel weinig doden te betreuren. Als gevolg van de bezetting van de nazi's. Klein puntje waar je ze dus nooit over hoort op de Dam. Het koninklijke tuig met hun aanhang, die royal parasieten. Is dat er wel heel veel Nederlanders gestorven zijn in dienst van de nazi's. Nederland heeft ongeveer 200.000 vrijwilligers geleverd die naar het Oostland afgereisd zijn. En daar zijn heel veel slachtoffers gevallen. Tot slot wil ik u nog even, het wordt een beetje langdradig, dat begrijp ik, het is meer dan 1 minuut stilte. Wordt er ook nooit 1 woord gewijd aan de miljoenen slachtoffers die de VOC gemaakt heeft in naam van de koning. En waar Rutte nog vandaag de dag tot zo trots op is. Kijk u even
Wij hebben een reportage ooit gemaakt over die VOC-genocide slachting van de heersende royal klasse. En kijkt u maar even naar dit filmpje. Er wordt het even op een rijtje gezet. Het is nog niet zo lang geleden, 1920, 1930. Hoe de heersende klasse, die nu krokodillentranen staat te janken, verleden week donderdag, op die fucking dam. Maar die wel nog de gestolen miljarden allemaal in hun zak hebben. Kijkt u maar even. Indonesië, Merdeka. Zoals we allemaal wel weten is Indonesië 300 jaar lang bezet geweest door de VOC tijdens de Gouden Eeuw van Republiek Nederland. Dan wil het dat toevallig deze periode Mark Rutte, de godvader van de VVD-misdaadgroep, trots de Gouden Eeuw en de VOC tot voorbeeld heeft verklaard van BV Nederland. Banana, fraude Nederland. We zijn dus nu net terug uit Jakarta en we maken een tussenstop op Labongga, op weg naar Bali. En we zijn tegen nogal wat wreedheden en moordpartijen aangelopen in Jakarta die zelfs ons nog verbijsteren. Bijvoorbeeld ontdekten wij dat in het huidige Jakarta, tegenwoordig heet het Batavia, een voorbeeldje, wreedheden en massamoorden hebben plaatsgevonden die het ISAS, het zogenaamde islam waanzin en vreedheid, wat het trouwens is hoor, maar goed, naar dagen later, dat die eigenlijk kleine kinderen zijn vergeleken bij de wreedheden die de VOC heeft gepleegd, ook nog in naam van de koning. Hoe een man als Rutte, die premier van Nederland is, vandaag de dag open en bloot de Gouden Eeuw en de VOC tot voorbeeld verklaard van BV Nederland, grenst letterlijk aan het waanzinnige. Hier binnen, zeg maar, het Rijksmuseum van Bali, waar de heldendaden van de regenten van de VOC de oorlogsmisdadigers zijn voor de Balinezen. Killingfieldse VOC, oké. We zijn vandaag in het andere Rijksmuseum, te Bali, waar de Nederlandse helden in het Rijksmuseum oorlogsmisdadigers zijn. Hier is een van de helden, luitenant-kolonel Kusti Nangra Rai. Hij is omgekomen in 1946 in de strijd against the Dutch Indian Civilization and Administration. Kun je nagaan hoe ironisch. De Nederlandse VOC, de naloper van de VOC, noemde zichzelf Netherlands Indian Civilization and Administration. Mooie naam voor een misdaadgroep. Hier zien we een fotocollage van de opstand van Bali. Mensen uit Bali tegen het Nederlandse leger. Wat mogen duidelijk zijn, een zeer ongelijke strijd was. Die de Balinezen bij voorbaat al verloren hadden. Het was het gevecht van de Kris tegen het repeteergeweer. Nou, hier zien we de assistent-resident Balanda, de heer Swartz, een regelrechte oorlogsmisdadiger, maar vandaag de dag nog steeds in de Nederlandse geschiedenisboeken een held. Een held van Rutte. Het Nederlandse leger treedt op. Het Nederlandse leger vermoordt hier en daar en passant als een soort toeristische excursie met locals. Hier is een foto weergave van dat Den Parpalas met een snelvuurkanon aan puin was geschoten. Erg heldhaftig weer. Hier zien we de Dutch military troops right before occupying the Panjab Palace. Balanda Sanat Sabulam, een of andere Duitse Nederlandse crimineel van het establishment, een elite crimineel, toen al. Nou ja, de foto's gaan verder. Hier staat Dempersaar Palace broken thunder because of cannon shots from the Dutch, 1906. Foto van ook een royal family die, zeg maar, de voorvader van King Willem niet aanstond. Met twee blanke monsters in het midden. Oh, hier staat, more or less 3000 people died in 1906, bij een uitstapje van het Nederlandse VOC-leger.
wederom Rutte nog steeds zeer trots. Nou ja, het zijn dus compleet al hetzelfde verhaal. Slagpartijen, de een naar de ander. Hier kwam ook een bekende tegen, dat is wel grappig. Chief Ros van Tonningen. Later wordt zijn vrouw de bekende zwarte weduwe die collaboreerde met de nazi's. Als ik het goed heb. Kan me vergissen hoor. Maar de toeval is te groot. Dat het niet zo is. Nou ja. Hup. Daar gaan we weer. Den Papa was broken gate because of the cannon shots van de Dutch Military Expedition Truce Criminals. Hier is wat er overbleef. Dacht je Nederlandse ontwikkelingshulp? Nou, hier zie je ook een hele. Graag deze. Hundreds of brutal incidents victims next to the Punjab Palace. Kijk, klein hoopje vermoorde mensen. Maar toch wel eigenlijk het idee oproept van de huidige, vandaag de dag, moordpartijen van de islam-ISIS. Dus ISIS heeft het niet van de vreemde. VOC hoor. Gaat maar door. Weer een slachtoffertje. Niet weer een slachtoffertje. Niet van de ISIS, van het VOC. Hier hebben we de beruchte, ik zal maar zeggen, seriemoordenaar, weet je? Blanda Major Gender P. Ros van Tonning. Militair Blanda Dimtak. Blanda, nou ja, zeg maar, Blanda Blanda. We gaan verder. Het zijn dus allemaal foto's eigenlijk om lang verhaal kort te maken. Een soort holocaustverzameling van hoe de Nederlanders hier een klein schietpartijtje op ongewapende locals met krissen. Je vindt ze niet terug in het Rijksmuseum, maar die narcist die daar de directeur is, dan hebben ze naam kwijt, behalve homo. Wat is nou onze opvatting met betrekking tot dat in de mediamafia de motorbendes genoemd wordt? Ja, dat noem ik dan, daar zet ik een kommetje tussen. Wij noemen het motorclubs. We hebben ooit eens een reportage gemaakt toen er een verschrikkelijke, weer zoveelste mediahetsen gevoerd werd. Met name door de politie-scribbend John van de Heuvel. Kijk even, die smeerpoets. Die is ook een soort papegaai van justitie. Die krijgt ook alles van justitie aangeleverd en dan mag hij dat gaan lopen brallen. Die hebben een soort levelstaak van gemaakt om motorclubs door de stronton te halen. Nou ben ik klaar met mijn oude hoer. Ja. Nou, ik ben klaar nou met mijn gebruikelijke oude hoer. Ik hoop niet, Joke, wil je me niet zo uitlachen? Ja, ik hoop niet dat u inmiddels zelfmoord gepleegd heeft of in slaap bent gevallen. Maar misschien, dat zou wel een goed teken zijn en toch wel een beetje spannend. Dus wellicht heeft een aantal van onze kijkers inmiddels op de bank, ja ook gezien de leeftijd natuurlijk, hè, ja, een hartinvalletje gehad. Nou jongens, ik zou zeggen, sorry voor deze inleiding, een beetje lang daar. Het heeft lang geduurd, maar... Ja, maar ik moest ook een beetje de kijkers laten zien hoe we tegenover de verschijnsel de motorclub staan. Kunnen zuigen. Thank you.
eens last van iemand van een motorbende? Nou, ik nog nooit. Maar ik heb wel last van de belasting, van de politie, van al die andere instanties die je geld willen afpakken, je uitkeringen korten, je pensioenen. Nou, jongens, ik ga ermee ophouden. Ik zou willen vragen, eerst nog een keer, zijn zeer vereerd, meneer de president, dat u hier bent. Dat gaat een meneer maar achterwege. President is genoeg? Oké, en Theo of minister? Doe maar minister dan. Oké, minister. Nou, wij zijn natuurlijk heel vereerd. U bent overigens de eerste president en minister. Ja, toch? De meeste die walgen van ons, die, in die grote hoge kringen. Maar, waar wij nou eigenlijk benieuwd naar zijn, en we hebben ook heel veel vragen van tevoren gehad, van kijkers van de straat natuurlijk. Hoe is het nou om te moeten leven... Eigenlijk dat je continu dag en nacht vervolgd wordt. Het heeft een impact op je geestelijk, je dagelijkse leven. Dat lijkt me. Als ik het even persoonlijk pak, nul. Trek je er niks van aan? Ik trek me er niks van aan. Dan heb je een harde huid. Nee, nou, ik heb een dikke olie van. Ja. Maar ik trek me er niks van aan. Maar ik moet zeggen, bij leden natuurlijk en mensen die normaal werk hebben, of mensen die in een overheidsfunctie zitten, die hebben natuurlijk enorm veel last van deze media-hetsen. Door wat je net zegt, door John van Heuvel, door Peter de Vries, et cetera. Die het klakkeloos overnemen van de officier van justitie, wat ik naar buiten brengt. Ons programma heeft de rules, jump in anytime you want. Hè? Dus je mag in... Nou, ik zeg niet hebben er te veel in, jumpen. Sorry, meneer de president. Maar even terug, ik ben het niet met je eens. Hun is niet dat hun dat klakkeloos overnemen. Hun doen het met plezier. Hun dikken dat nog aan. Sterker nog, ze krijgen het betaald. Juist. En dat is het allerergste. Dus ze worden betaald over onze rug. Juist. Maar kijk, onze leden van onze motorclub, maar ook van andere motorclubs, die hebben natuurlijk heel veel last ervan in het dagelijks leven. En dat volgt ook naar kinderen en kleinkinderen van die leden toe. En dat is natuurlijk het schandelijke van deze staat. Als je dan ziet dat je mensen die helemaal niets fout doen, ook wij zullen mensen hebben die wat fout doen. Logisch, dat is statistisch. Maar daar hebben we in de regering, daar hebben we net gezien met meneer Keizer van de VVD. Oh ja. We hebben overal mensen natuurlijk die wat fout doen. We hebben die ex-hoofdofficier van justitie, fraudebestrijding. Bleek pedofiel te zijn. Nou ja, dat weet ik niet, maar ik bedoel, dat wordt er nu voor gesuggereerd. Ik weet dat wel. Ik weet het in ieder geval niet, maar ik bedoel, kijk, de suggestieve verhalen doe ik niet aan mij. Maar zij kloppen bij ons anders op dan grote hoogte. En gisteren hadden we bijvoorbeeld de sluiting van ons clubhuis, daar hadden we een hoorzitting. Daar heb ik voor het eerst de pers buiten de deur gehouden. Zowel TV Drenthe, dat is een heel groot station. En het grootste dagblad van het Noorden. Die heb ik buiten de zaal gehouden. En waarom? Die mensen schrijven die onzin ook al. En die laten dan ook niet jou aan het woord of voor wederhoor. Want die officier die kalkt er wat uit dat jij hoofdverdachte bent. En dat jij van de ontvoeringszaak blijkbaar afweet in Groningen. Of die wel of niet gebeurd is, weten we nog niet eens. Maar dan wordt dat zo door een officier wat gebracht en dan nemen die mensen zo over. En toen heb ik gezegd, jij blijft buiten de poort. Toen zei die man, nee, dat is openbaar in de gemeente. Ik zei, nou vandaag denk ik niet. Want ik ga tegen die gemeenteman zeggen dat we niet openbaar willen. We willen het... Een gesloten zitting. En dan mag jij straks gissen wat er gezegd is. Maar dat is wel leuk, hè? Want dan heb je niet van een officier. Ja. Maar dat klakkeloos overnemen van al die beeldvorming van die officier... Ja, dat raakt de mensen natuurlijk enorm die normaal lid zijn en die niet zo'n club aanvoeren. Kijk, wij voeren zo'n club aan omdat wij weten waar we voor staan. En dat is motorrijden en plezier en alles erop en eraan. En uiteraard zullen alle versnaperingen die in elke kroeg gebruikt worden, zullen wij ook gebruiken en worden gebruikt. Of sommigen zoals ik drinken helemaal niet, snuiven helemaal niet. Maar er zijn mensen bij die dat... Net zoals. Sterker nog, wij zijn gewoon een afspiegeling van de normale markt. En ik durf te zeggen dat bij ons 99% juist niet crimineel is. Vandaar dat 1% teken ook. 1% is misschien een keer buiten de maar dat geldt voor iedereen. En als je dan ziet dat wij in de laatste jaren zijn er in totaal geloof ik 7 veroordelingen in de motorclubs geweest. Waarvan de zwaarste straf 2 jaar is. Je bedoelt van alle motorclubs? Alle motorclubs. Ja. Je liegt het. Ja, en de zwaarste straf is 2 jaar. Maar kun je nagaan, in mijn beeldvorming, ik ben natuurlijk in alle bescheidenheid niet de eerste en de beste. Ik dacht dat het idee van de media... Nou, duizenden bijna. Nou ja, zo verleden zijn er niet eens. Nee, dan snap je wat ik bedoel. Nee, het idee krijgen hoe dat uitgemolken wordt. Hoe erg het ook is, er zijn maar 7 veroordeeld. Waarvan de zwaarste straf 2 jaar gevangenisstraf is. Dus ja, je moet je eigenlijk doodschamen dat je daar zoveel mensen op inzet. Dat je zoveel mankracht verliest en zoveel geld verliest.
Je bedoelt maar, het OM, justitie, het OM, en politie. De politie, et cetera. En ja, als je dan mensen onderweg, als je, wij worden vaak staande gehouden, heel apart, maar wij wel. Ons kenteken staat in een bepaald. Is dat profilering, discriminatie? Ja, nou ja, discriminatie. Jullie vind, zijn toch niet blank? Zijn jullie blank? Ik vind het een eer dat ze ons zo vaak houden, ja. Want er wordt er goed op je gelet. Dat is ook zo. Gratis beveiliging. Maar helaas, reden we met z'n drieën, we hadden een jongen achterin en Theo die reed. En we doen het raam open en meneer keek zo naar beneden en die had vier streepjes en had een vrouw bij zich, zonder streepjes, dus die was een opleiding. En hij zei ineens, hé, de grote smurf van Noosterunder. Waarop ik direct zei, Gargamel? Ja. Ja, maar dat is die landverrader van de smurf. Ja. Ik denk dat moet een of andere verhalen zijn. En ze doen ze bij de hand, joh. Ik zei, nou, voor mij ben jij begonnen met bij de hand. Hij is bij de hand. Ja, hij was bij de hand. Ja, en onbeschoft. Onbeschoft vond ik het niet. Ik vond het gewoon een varken. Ja, als onbeschoft zijn, maar onbeschoft, dat doen we allemaal wel een keer. Maar hij is geleerd en hij heeft een student bij zich, zonder streepjes. Die moet hij het vak leren. Hij is geleerd om netjes te blijven en om iedereen met dezelfde EK's te behandelen. Dat heeft die man dus niet gedaan. Die man heeft ons, nu bij mij te kijken neerzetten. Maar dat lukte niet. En toen deed hij over de portofoon, deed hij zo. Drie mensen van Noosterunder met plakplaatjes. Dat irriteerde mij natuurlijk nog meer. Maar daarop deed ik mijn bril op en ik pakte mijn bril van de zonneklep op. Maar als ik loop te googlen en ik loop met mijn Facebook te spelen, dan moet ik de bril op doen. En ik doe mijn bril op en zeg, dan staat je goed het brilletje. Ik zei, dat klopt, André. Hij zei, André? Zo heet ik hem al niet. Ik zei, maar je hebt een rode haartje, lijkt een beetje op André van Duijman. Ja. En als je denkt dat jij de grappen maakt, dat doe ik vandaag. Ja. Dus ja, ik weet niet wat ik dat wil doen. Maar wij gaan gewoon doorrijden nu. Nee, je hebt toch niet nog over wapens, ja? Heb je wapens aan boord? Ik zei, ja, dat klopt. Een linkervaart. En de rechter mij nog rondloopt, ga je ze allebei op je vreten. Ja. En dat is niet om die man uit te dagen, maar die man die was zo onbeschoft. En dat gebeurt met scheringen en slag. Ja, geloof ik. En dan zijn wij gewapend. Maar wacht even, voor de kijkers. Kijk, ik heb toevallig rechten gestudeerd, hè, aan de UvA. Dus ik geef het hier even een juridisch kader. Hij handelt gewoon ook in strijd met de politiewet, hè? Dat bedoel ik. Ja, het is dus niet alleen onbeschoft. Het is eigenlijk strafbaar. Eigenlijk een strafbaar zouden we hem kunnen aanklagen, maar dan moeten we ook nog een aanklagen. Ja, we hebben geen nut, gaat de doodpoort in. En onze advocaat heeft het al druk, ben ik eerlijk. Hij heeft het al druk met ons. En een goede advocaat? Een goede advocaat. Vind je zijn naam even noemen? Roy Verwal. Roy Verwal, jongens, kijk even naar... Roy Verwal, top advocaat. Dus noteren, als hun zeggen, jongens, die dagelijks zeg maar gestalkt worden, is trouwens ook strafbaar. De politie stalken is strafbaar. De goede advocaat, dus als je een advocaat zoekt, hoe heet zij nog even? Roy van der Wal. Roy van der Wal. Oké, sorry voor de onderwerp. Maar wat het ergste is, wij zijn gewapend daartegen. Tegen dat soort verbale intimidatie. Ja, inderdaad. Maar er zijn natuurlijk mensen die gewoon... gewoon werken bij Defensie of die werken bij een normale baas, die al niet meer van die motorclub lid mogen zijn, anders moeten ze bij Defensie weg of bij die baas weg. Dan zijn ze hun broodwinning. Met de snackbar, met mijn vrouwtje toch? Ja, snackbar met Theo zijn vrouw, die wordt gewoon geweigerd omdat Theo de moeder. En die deed gewoon met de snackbar? Nee, die is dan in zijn werk geweest. Die wordt nog geweigerd vooraf. Stond samen op Facebook en met een foto kunnen ze zien ik ben nog dus je mag geen patat verkopen? Nee, maar nog erger, een schoonzoon van mij. Ja, precies. Die mag gewoon niet bij de gewapende dienst van het leger, omdat ik zijn schoonvader ben. Je hebt gelijk. Ik ben president. U hebt mij verzocht een beetje mijn klep te houden. Maar soms kan ik het niet. Kijk, dat vind ik, nou, hier word ik ook weer niet goed van. Kijk, weet je, dat een soort dubbel is je... Sorry voor mijn taal, maar ik word hier een beetje emotioneel van. Je ook echt fucking oplichters. Kijk, jouw schoonzoon mag niet bij die wapens rondlopen. Maar als je vader een algemeen bekende oorlogsmisdadiger is... Sorrietta, die mensen medeplichtig is geweest aan dat er 30.000 mensen, wordt ook niet herdacht op de Dam, wist je het officiële cijfer? 30.000 mensen zijn in Argentinië, levend vrouwen, kinderen, baby's, het vliegtuig uitgegooid. En dan kan je gewoon koningin worden. Ja. Maar je kan dus niet koffertjes dragen. Dus dan is het geen probleem. En het recht dat zij koningin wordt, vind ik ook nog niet zo ernstig. Dan wat jij zegt, wat is de dochter van? Ja, tuurlijk, dat maakt niet uit. En dan maakt daar nog geen misdaad. Nee, precies. Maar is niet als mijn dochter solliciteert bij een juist, op, dan krijgen ze op Facebook en dan zien ze de vader. Dat wou ik aangeven. Maar nogmaals, Steve en Joke ook. En Theo, wij zijn er toe. Wij worden er niet verdrietig van. Wij niet.
Waarom niet? Je bent op blaas bijgewapend tegen dit soort ideeën. Dan ben je misschien ook murf van. Nee, mannen slapen goed. Ik heb net weer een jongere vrouw getroffen, dus dat is ja, je hebt een leuke vrouw. Ja, we ook voor bezig. Een compliment, je hebt een leuke vrouw. En die houden we ook voor bezig. Maar het ergste is, voor de mensen die niet gewapend zijn met de mond. Ja. En die niet zo intellect zijn. En die echt motorfan zijn. En die dit doen uit hobby. Ik doe dat ook uit hobby, maar ik ben natuurlijk ook een beetje intellect. Want ik heb Bill Clinton beveiligd. Ik heb André Hazes eigenlijk heel lang beveiligd. Ik ben bij de Mossad geweest om les te geven, bij de KGB en ook bij de Secret Service. Drie verschillende instellingen en dan heb ik les gegeven. Dus, oh, wat gaf je les in? Dat mag je zo met mij even doen, Krav Maga. Je hebt geloof ik Peter de Vries een schop onder zijn kont gegeven. Maar je kan mij nog even de kooi in. Nee, want er zit een minister bij. Ik haal die ook op. Ik ben van Krav Maga naar kooivechten tot en met... Oh, je bent professioneel vechter geweest? Ik ben professioneel vechter geweest en leraar. En oh, je hele leven gesport? Hele leven. Instructie gegeven aan iedereen over de hele wereld. Oké. Bijvoorbeeld het leger van Kroatië, de generaal. Maar ook de mariniers in Nederland. 10 jaar lang lessen geven totdat we wisten dat we bij de motorclub waren. Okay, mochten we daar geen les meer geven. En Robbie Zuiderwijk, de ex-generaal van de mariniers, was steeds een persoonlijke vriend van mij. En Klaas de Wit, de ex-kapitein van de mariniers. Die man heeft nog 5 jaar voor mij gewerkt. Dus wij zijn toch niet zo crimineel als men denkt. Nee. En dat is het probleem. Maar in ieder geval wel crimineel sterk. Maar ja, in ieder geval is het zo dat wij daar niet zo mee zitten. Maar die andere mensen die lijden daar letterlijk onder. Sommigen lijden het echt onder. Die moeten de club verlaten. Omdat ze anders de broodwinning verliezen. En voor die mensen zitten we hier natuurlijk. En voor die mensen willen we ook laten zien dat wat daar in Den Haag gebeurt. En dat meneer Rutte gisteren openlijk op televisie zegt. Ik steun meneer Keizer totdat het tegendeel bewezen is. Ja. Dan denk ik, dan mag ik onze brothers die nu vastzitten. Klopt, heel goed gezegd. Steunen totdat het tegendeel bewezen is. Jongens, maar ik moet van meneer Van Heuvel en andere mensen direct afstand nemen van dat soort mensen. En wij moeten die mensen direct de club uitzetten. Maar deze man, die Keizer, die krijgt gewoon een topfunctie weer. En sterker nog, laten we even een zalm noemen. En even voor de kijkers die het gemist hebben. Henry Keizer was dus herkozen tot partijvoorzitter. Ja. En toen kwam eigenlijk uit dat hij 30 ruggen, had hij een soort lijkenverbrandingsbedrijfje, was hij eigenaar van. Dat heb hij aan zichzelf verkocht. Kreeg daar 31 miljoen. 31 miljoen hypotheek van de Rabobank, moet je je voorstellen. Met eigen moet jij niet proberen. En dat is natuurlijk uitgekomen. Pure fraude, witwasserij en oplichting. Maar toen, de president hier ook net terecht zegt. Toen was dat volgens Rutte, was daar allemaal niks mee aan de hand. Hele integere man. En inmiddels is hij dan wel, hebben ze hem tijdelijk even als partijvoorzitter af moeten zetten. Nou, en hij is dus inmiddels geschaakt, heb je het gelezen? Misschien? Ja. Nee, hij heeft dus eigenlijk heel ironisch. Het is een vet kapitalistisch prototype zwijn, heb je gezien? Ja. Het is niet een beetje zo'n Dr. Anders van Leeuwen type. Een Monsanto varken. Maar net als die Hans van Balen ook, in zo'n pan. Het is allemaal zo'n kop hebben ze. Echt een pure varkens, kapitalistische VVD varkenspan. Maar hij is zo dik, hij kan altijd, dat moet ik even kwijt. Weet je wat? Hij heeft dus 30 ruggen geïnvesteerd in die lijkenverbrander, het gedoe. Weet je, in zijn crematorium. Ja. En hij rijdt, je gelooft het niet, ze zijn knettergek, je zegt lachwekkend. Hij is dus gedumpt nu, vertelde de VVD, het kon niet meer. Maar hij rijdt rond in een omgebouwde mini, hier kijk op de foto. Mm-hmm. Die 3 keer duurder kost als die 30 ruggen. Heb je het gezien? Vandaag stond het in de krant. Hij rijdt in een minietje van een ton. Dat is een bovenhoofd. Hoe haal je het in je hoofd? Maar weet je wat dat is, Steve? Kijk, je bagatelliseert het heel goed, maar, en ook cynisch natuurlijk. Maar wat het ergste is, je spreekt nog de waarheid. Ja, het is allemaal waar. Maar neem het ook nog de waarheid. Ja. Alleen, kijk, zoals jij het brengt, zullen zij dat als een belediging opvatten. Ik niet, want ik snap jouw synergie er wel in. Maar wat het belangrijkste is, dat soort mensen dekken elkaar af. Altijd. Een klein voorbeeldje, wat ik net zei met meneer Zalm. Die gaat naar de DSB-bank, die zegt tegen iedereen, dat is een betrouwbare bank. Investeer rustig je geld daar en beleg je geld. En spaar daar rustig. Meneer Scheringa, laat de boel ploffen. En er worden ongeveer een paar honderdduizend mensen gedupeerd. En alle mensen die meer dan een ton hadden. Ja, de mensen die meer dan een ton hadden, zijn geld kwijt. En die mensen eronder gelukkig niet. Maar die mensen boven de ton hadden. En dat waren hardwerkende middenstemmetjes. Ja, maar dat is niet zo erg. 4000, maar die weten cijfers uit ook. Maar het allerergste is, die mensen die het kwijt zijn. Daar waren dus mensen die samen met Dick Scheringa misschien wel op de bank hebben gezet als miljonair. Die waren misschien ook nog wel een geld kwijt door Dick. Ja. En die Dick heeft nou dat hele zootje afgekocht voor 1 miljoen euro. Klopt, mocht je het afkocht. En waar heeft hij die 1 miljoen euro dan weg? Want ik ben ook 4 gegaan in 2006. En ik had 0 euro. Let daarbij, 0 euro.
Dat is wat anders dan 1 miljoen. Ja. En ik kon er niet afkomen en ik moet 9 juni moet ik voor fraude naar de rechtbank. Van 2006 nog steeds. En mijn boekhouder zo moet gepleegd hebben 60 mensen opgelegd over 16 miljoen. Maar dat, ik kan niks afkopen dus. Maar die mensen kopen het af voor een miljoen. Ja. En die hebben nog 30 miljoen ergens. Ja, of meer. Misschien wel meer, maar ik doe maar even 30 miljoen. Maar ook al is het maar 5 miljoen. Die leven nog aan schot in Frankrijk, maar dan in Nederland. En daar wordt niks mee gedaan. En die Salm heeft ons erbij ingetrokken om daar nog bij die bank lid te worden. En dan kom je bij een volgende feit. En dat, ja, er blijft ook mijn stokpaardje. En dan is jouw Camille Eurlings, die thuis wacht even, jongens, wacht even. Kijk even. Camille Eurlings, ja, sorry. Ja. Ik moet toch weer even onderbreken. Hij heeft bij ons, natuurlijk bij de Stem van de Straat, staat hij bekend als Captain Gay Eurlings, de vrouwenwepper. Dat is persoonlijke vriend. Jij is een persoonlijke vriend. Kijk, van premier Rutte? Ja. Maar hij staat in de boot. Hij staat in de boot van de koning. Met die andere, die gay CDA-gozertje. Die Jan Kees de Jager. Ja, de ex-minister van Financiën. Ja, één kliek. Captain Gay, maar ga door. Maar de vrouwen met jij zegt het weer goed en jij denkt eigenlijk zelf als mij. Maar jij doet het wel grof. Want ik denk het wat... Nou, dat is de waarheid. Ik denk dat we er rustig over na. Maar ik verbaas me dat heel Nederland... dat niet opvalt. Dat die Eurlings als verdachte naast de premier zit. Want eigenlijk zou ik daar ook naast kunnen zitten. Want ik ben ook verdachte. Ja, precies. Nee, maar ik wil even... Nee, maar ik zou er ook naast kunnen zitten. Maar die Eurlings, die tuigt dus een vrouw af. Juist, daar wordt in de achterkamer. In de achterkamer, zoals dit hockey, wordt er besloten met de officier tot een taakstraf. Na drie jaar. Wij worden direct 3 maanden in beperking gezet. Juist. Maar die man mag dat zomaar doen. Ja. En dan wordt een handieklap gedaan en die komt er zo vanaf. Ja. En dan noemen we dat ook nog een strafblad, want het is niet bij de rechter geweest. Hè? Klopt. Niet vergeten. Ja. Wij komen voor het gerecht en we krijgen direct een strafblad. Ja. Wij krijgen 6 uur dienstverlening erbij of 3 maanden voorarrest. En dan zegt de rechter, de voorarrest staat gelijk aan uw straf. Ja. Bye-bye. Maar die man die mag dat zo doen. Ja, ja, en dan heb je nog wat ik het allerergste man vind. En de manager die... Mag even voor de kijkers weer, dat is ook voor jullie van belang. Weet je wil hem even laten zien. Ja, natuurlijk. Weet je niet dat weer wind was, hè? Toen de taakstrafje moest naar buiten gebracht worden, dat is natuurlijk een beetje gênant. Daar hebben ze 3 jaar over gedacht. Hoe krijgen we dat die fucking doofpot in, die vrouwenmepper? Trouwens ook voorzitter van het IOC is hij. Hè? Moet je hij geeft het voorbeeld. Hij loopt nog steeds naast de voorzitter van het IOC, dus hij is het voorbeeld voor onze kinderen hoe we moeten sporten. Hij heeft een vrouwenoordeeltje afgerukt. Hè? Moet je horen. Wie mocht het wit wassen? Ja, u raadt het natuurlijk al, om de vaste kijkers van de Stevenstraat. De politie-scribbend, John van de Heuvel mocht het... Die heeft het gebracht in de Telegraaf, hè? Met een filmpje. Kijk even het filmpje. Eurlings wordt vervolgd vanwege het feit dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het Openbaar Ministerie meent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan eenvoudige mishandeling. Dat is een iets lichter delict dan zware mishandeling, waar hij in eerste instantie van werd verdacht. En het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen om deze zaak af te doen, niet met een gang naar de rechter, maar met een mediation traject. Dat betekent dat beide partijen onder leiding van een bemiddelaar met elkaar aan tafel moeten om deze zaken te schikken. En daarnaast kan het Openbaar Ministerie nog een taakstraf of een geldboete opleggen. Maar dat zal zich dan allemaal buiten de rechtszaal om afspelen. En dat is vooral bedoeld om al te grote publiciteit rondom deze zaak. Zeker voor het slachtoffer zou dat natuurlijk buitengewoon pijnlijk zijn. Maar ook voor Eurlings. Om die publiciteit zoveel mogelijk weg te houden. En de zaak tussen de partijen zelf proberen op te lossen. Ik mag brengen dat het helemaal geweldig was. Dat Eurlings niet gewoon voor de rechter moest verschijnen. Zoals u en ik. Of jij. Ja, jij zit al 3 maanden geïsoleerd. Ja. Ik een weekie. Vroeger ook 3 maanden. Nou, een weekie nog. Maar Captain, en dan gaat John van de Heuvel, dat moet ik even zeggen. Ik ben ooit een keer neergeschoten. Jaren terug. Waarschijnlijk een vergissing geweest. Hè? Want ik ben natuurlijk ook een man van onbesproken gedrag. Dat zal u duidelijk zijn. Maar ik werd neergeschoten. Moet je horen wat er gebeurt. Dus het was niet zeker toen ik neergeschoten werd. Kogel door mijn arm, kogel door mijn lever. Of ik het zou overleven. Ik heb 7-8 uur op de operatietafel gelegen. En daarna een week in de coma. En toen heeft John van de Heuvel, moet je je voorstellen, de vieze laffe. Heb een artikel geschreven toen ik dus nog op de operatietafel lag. Toen dacht hij dat ik dood zou gaan. Dat was het bericht. Toen heb hij een artikel gelezen. Kijkt u maar even. Hier staat het artikel. Dan heb hij dus een artikel over mij. Zo'n vieze lijken pikken. De lafbek. Omdat ik dacht dat ik dood ging. Dus nou, ik zal het even kort houden. U kunt het gewoon nalezen. Maar het kwam erop neer dat ik nog erger was dan Hannibal Hayes. En dat het eigenlijk fantastisch was dat ik dood zou gaan. Dat heb jij geschreven in het Telegraaf terwijl ik er lag.
Maar wat gebeurt is niet zo echt niet zonder opscheppen. Het was toen jonger natuurlijk. Ik krijg dat artikel pas 10 jaar later onder ogen. Van een collega van hem, Jan-Willem Navis. Die werkt nu ook bij de Telegraaf. Zegt, Steve, heb je dit ooit gelezen? Zo. Dus ik lees het pas na 10 jaar of 20. Gewoon pas 20 jaar later. Nou ja, je moet het maar lezen op je gemak. Ik zie het, ik denk, als ik dat 20 jaar geleden gelezen had. Nee, ik had met een bijl naar binnen gegaan. Ja, had ik met een bijl naar binnen. Ja. Maar het is zo smerig, zijn ze. En dat doen ze voor de politie. Ja. Snap je? Ja. Sorry dat je onderbreekt. Nee, John van de Heuvel. Je mag me onderbreken en ik vind het goed dat we het eens kijken. John van de Heuvel is een walgelijke kerel. We hebben het besproken gedaan. Ja, dat ben ik. Ik ben ook niet corrupt. Maar wat het belangrijk ook weer zo... Ook weer zo niet te koop ook, hè? Ook weer zo'n VVD die weer het nieuws gehaald heeft. En wat ik ook... Ja, die hebben ze natuurlijk uit het WVD moeten halen, onder druk natuurlijk van de pers, en dat was Jos van Rij. Jos van Rij, zijn broer, die eerst 7 miljoen Aruba doorsluist, maar... Met drugswit was geld? Nou ja, dat weet ik niet. Ik dacht dat het vlees was. Je bent wel een nette man, hoor. Ik dacht dat het vlees was, maar Jos van Rij, die werd veroordeeld voor een taakstrafie. Voor 200 uur. Ja, voor 200 uur. En die was er ook nog niet content mee. Hij was beledigd. Hij mopperde ook nog. En ik zag die oude man mopperen naar zijn auto lopen. Ik dacht bij mezelf, kerel, ik was blij dat ik ermee wegkwam. Ja, en geen pluksewet? Nee, geen pluksewet. Hij heeft honderden miljoenen heb je lopen rausen in het maar, moment. Maar, nou is het ergste, die man is ook nog steeds gedeputeerde in Limburg. Dus hij is volksvertegenwoordiger. Ja. En dan moet je voorstellen, dan ben ik bij de politieke partij, bij de politieke partij rechtdoor. Toch geen concurrent van onze partij? Nou, wij steunen niet elk lid. Dat kan niet op. En wij hebben ook geen sponsoring. Komen we niet aan. Ook geen adoptieleden. Maar wij worden natuurlijk nooit zo groot natuurlijk dat men wil. En daarom hebben we ze, geloof ik, 17 invallen rondom ons heen. 17 invallen in 3 maanden. Nou ja, maar rondom ons heen. Dat zijn jullie een bedreiging voor de gevestigde orde. Ja, zo kan je het ook bekijken. We verdienen ze een heel huis voor 30.000 euro. En dan kom ik een kwartje wat terug. Want ze hebben 10 pilletjes gewoon de Ritalin. Ja, dan ben je toch lul. Ja, de Ritalin, dat is voor mij gewoon een recept. Drugs gevonden. Ja. Nee, ik weet hoe het werkt. Maar er is niks gevonden. Er zal ook nog wat gevonden worden. Maar het belangrijkste is dat soort mensen wel zijn volksvertegenwoordiger. En wij, arme motorrovers, die worden daarmee geassocieerd dat wij een bende zijn. Nou, ik durf te zeggen, daar zit de bende. En ook, we hebben nou weer gezien hoe opstelten met Teven meneer Bouwman gelanceerd hebben tot een nationale politiechef. En die heeft ook groepsondernemers eruit gefaciliteerd. Jongens, kijken van deze. Compleet gefaciliteerd. Ja, Bouwman. Voor 1,2 miljoen. En meneer Gitlady heeft gezegd van nou, dan ga ik even een boot huren, ga ik even over het IJsselmeer en ik weet niet of bij het ei langs. Ik weet niet waar die geweest is, maar die heeft wat leuks afgehuurd voor de ondernemers. Absoluut. En die hebben de volgende dag allemaal getekend voor die nationale politie, voor die omzetting. En toen dat gebeurd was, moest meneer Akerboom het overnemen. Hij zat in het Amstel, heb je feesten gegeven? In het Amstel Hotel. Ja, weet ik. Ik heb het gezien. Daar liepen de sprongen de schandknapen van het dak af. Ja. Zo, ja. Moet je en de heroïne prostituees. Nee, maat over de gang gillen. Wat ik daar het belangrijkste van vind, meneer Bouwman is met pensioen gestuurd. Hey, met pensioen gestuurd. Ja, kwart miljoen. Maar wij kwart miljoen. Ja, 280.000 euro per jaar. Hij ging ook nog even een onderzoekje doen in Aruba naar de corruptie. Maar dat is echt gebeurd. Toen hebben ze het rapport niet durven bespreken in de Tweede Kamer. Jongens, ik krijg... Er staat... Oh, er staat een arrestatieteam. Wie is die voor mij? Jij. Hij moet wikkelen. Hou je mond. Wacht jongens, we moeten een beetje opschieten. Ja. Want er staat het arrestatieteam heel uit Drenthe is aankomen tuffen. Nou, zal ik je daar nog leuks over vertellen? Ja. Kijk, ik heb een hele goede vriend. En die vriend die doet in de asfalt. En dat is een goede vriend al jaren. Voordat iemand op me wist dat wij met de motorclub hadden. Ja. En die klanten van die man, die worden nu benaderd door regisseurs of ik die mensen afpers. Nou, zou ik niet eens weten wie zijn klanten zijn. Of ik die mensen afpers. Zo mocht ik en doen, die man zijn hele bedrijf wordt kapot gemaakt door diezelfde regisseurs. Die dan met droge ogen tegen die mensen zeggen, pas op voor die meneer. Want die meneer is de beste vriend van die. Ja. En bent u al eens benaderd door die motorclub? Nee, ik ken de motorclub niet. Nee. Maar dat gelooft die regisseur natuurlijk niet. En die regisseur... Je mag namen noemen hier hoor. Geen maar dat wil ik niet, want dat is mijn vriend. En die wil nee, die niet... regisseur heb ik het over. Die namen willen we graag hebben. Ja, die regisseur. Gisteren, een leuk voorbeeldje. We hebben een clubbus afgebroken. Dat heeft iedereen gezien. Ze hebben niks gevonden. Alleen niet waarneembare sporen. Maar dat is niet zo ernstig. De clubbus wilden we toch weg, maar we hadden geen eens verwarming. Maar gisteren waren wij daar op het clubhuis. Of op het gemeentehuis. Dat is ons clubhuis tegenwoordig. Ja, waren we daar. En toen wij daar waren, werd de man waar wij een clubavond hebben georganiseerd. Die had een café bij ons in de buurt,
Die werd per spoed op het gemeentehuis verwacht. En wat zat daar? De vrouwelijke officier van justitie die deze zaak behandelt. En de burgemeester met een noodknop, zo is dat een beetje. Dat als Nozerende wat zou doen in het gemeentehuis. Dat is niet te geloven. Wat er nooit gebeurd is, dan kon hij direct de politie allemaal. Hoe heet die burgemeester? Weet ik weet die nieuwe, de beste man weet ik niet. Maar Kees Bel was vroeger de burgemeester. Een jaar van het niet hebben we 17 jaar lang geen probleem mee gehad met die beiden. Tof. En er waren gewoon normale mensen die normaal konden nadenken. Ja, maar deze mensen worden. Nee, maar ze worden ook. Ze worden opgejut. Ik weet dat deze mensen zeker weten dat we niet. Ja. Ik weet dat ze dat weten. En ook die officier van justitie die weet dat ze aan het doodpaard trekken. Maar die man die werd daarheen gehaald en die heeft en er werd gevraagd. Werd u afgeperst dat u uw kroeg moest afstaan als clubhuis? Die man zei, nee man. Ik word elke week 80 van die Nozerende leden aan. Maar die betalen tenminste. Ja. En die zijn gezellig. En die vechten niet. Ik heb geen portiers nodig. Ja. Ja. En dat was beren gezellig. Maar u mag dat niet weer doen, want het is een criminele organisatie. Oh, het is niet te geloven. En dat maken we dagelijks mee. En sommige mensen van ons worden daardoor... Je wordt er wel stijft en verdrietig van. Daar word je toch moe van. Nou, maar wij worden er niet moe van. Maar wij heten niet voor niks. Mag ik even, we geven nooit op. Nee, wij zijn knokkers van het eerste uur. En we voelen ons zo langzaam een beetje de Kees Guevara van de motorclubs. Ja, maar even voor onze kijkers weer natuurlijk. Het zijn erg politiek bewuste kijkers hebben wij van de straat. In brede verband. Je zegt net even, blijf bij me hangen. Jullie hebben in een tijd van... Paal thuis 17 invallen gehad. Het is drie maar rondom ons heen. Nou, moet je horen. Als bij mij thuis één keer. Moet je voorstellen. Dat kostte 10 miljoen. Politiebegroting. Ze hebben me zoveel begroot. Dat weet ik uit mijn eigen verleden. Als je in een onderzoek ziet, moeten ze andere onderzoeken laten vallen. Bijvoorbeeld naar Henry Keizer. De ratten in pak. Weet je, de bankiergangsters. Daar is geen geld voor. Maar als ze dus een bepaalde groep zo hoog neerzetten. Ja, of je het nou leuk vindt of niet. Dan moet ik dan toch een kritische kanttekening plaatsen bij jullie. Dan vinden ze jullie toch een bedreiging voor het systeem. Kijk, ik ga dat in de context plaatsen van... is een heel beroemd gezegd in ons programma. Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee. Kijk. Dat klopt. Begrijp je? Dus als ze zoveel geld vrijmaken... zijn ze ook eigenlijk, denk ik, als ik er zo over nadenk even... niet alleen op een of andere manier bang voor jullie... en misbruiken ze jullie als bliksemafleider... van al de tuig in pakken. Dat is het enige wat er gebeurt. Ja, want miljarden loopt een jacht. Nee, het is een probleem. Ze zien jullie ook een beetje denken als een bedreiging. Als vissen die tegen de stroom inzwemmen. Ja. Dus kritische mensen met een eigen wil. Ja, jullie laten hier niet in de keurslijf dalen. Ik ben veel naar Rusland geweest. Dat vinden ze gevaarlijk, hè? Ik ben veel naar Rusland geweest. Ik heb veel opgetrokken met de KGB. Geweldige mensen. Ik vind Russen geweldige mensen. En ik zou vertellen, die mensen... Toen dacht ik bij mezelf, die zijn veel vrijer dan wij. Ja, het zijn topmensen. Die zijn veel vrijer dan wij ook. Ook top. In hun gedachtegoed. Ja. Misschien alleen dan de man die oppositie voert tegen Poetin niet. Maar dan hebben we het over 1 of 2 personen. Maar de gewone burger is daar veel vrijer in de beleving dan wij. Klopt. En worden niet zo van de Russen. Ik ben een fan van de Russen. Nee, maar die worden niet zo gevolgd als wij. De Nederlandse KGB is 10 keer erger als hun. Nederland... Weer een cijfertje, kan ik niet helpen. In Nederland worden meer mensen afgeluisterd, wie zei dat? Dan in Noord-Korea. Ja. Er worden hier per dag, je gelooft het niet, per dag worden hier 1 miljoen gesprekken afgeluisterd. Wie zei, 1 miljoen zijn de cijfers. Nog erger, 1 op de 4 Nederlanders heeft een camera op zich gericht. Dus onze hele privacy is helemaal naar de klote. Juist. En ik heb daar ook nog geen moeite mee. Maar pas op voor Poetin, hè? Maar ik heb daar ook nog geen moeite mee. En de motorbendes. Pas op voor de motorbendes. Steve, ik heb daar ook nog geen moeite mee. Dat er ook mee gericht is. Maar nou staat er ook een camera op mij gericht. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Waarom niet? Ik leef gewoon zoals ik wil leven. Ja. En ik leef gewoon als normale geen burger. Geen dode vis. Ik leef gewoon als normale burger. Dat ik op een motorweg getatoeëerd ben en kaal ben. En toevallig, dan, en toevallig ook nog een vechtspecialist bent. Ja, maar toen ik... Nou, ik heb het leuk over dan in 1996 organiseerde ik het eerste kooigevecht in Nederland. Nooit vertoond aan hem. Leuk. Dan sterker ik er nog in Nederland niet. Dat waren al de eerste. Leuk. En het mooiste daarvan was Erika Terpstra. Die noemde ons toen... crimineel. Toen al. Verloedering van het volk. Dat was niet gezond, want het was levensgevaarlijk. En een VVD'er! Een VVD'er! Ja, en die zoveel anabolen gebruikte om te zwemmen. Ja. Maar nou gaan we doen. Meneer Rijpstra was Kamerlid. Wie? En die noemde meneer Rijpstra, de burgemeester van Zuid-Laren, die noemde mij toen een asociaal varken. Die heeft 3 jaar of 4 jaar terug, geloof ik, Sam Schild een erelintje als ereburger gegeven. Die heeft meer kooigevechten gedaan dan ik in mijn hele leven. Ja, precies. Toen dacht ik bij mezelf, wacht even, we gaan terug in de tijd. In 1996 waren we asociaal, waren we varkens. Varkens? Ja. En die man die krijgt dus een erelintje van de burgemeester. Dus ik tikte meneer Rijpstra op zijn rug. Letterlijk gedaan. Ik zei, meneer de burgemeester, mag ik u wat vragen? Kent u mij nog? Nee.
Ik zit met meneer Kuipers. Ik zeg het asociale varken van toen. Tegenwoordig president. Ja, het asociale varken van toen. Ik zeg maar, u eert nou een burger van uw stad of dorp. Uiteindelijk een dorp. Maar u eert nou een burger. En die heeft zijn schild. Fantastische gozer, vier keer kijken. Oh, die lange bedoel je? Ja, vier keer kijken. Ja, hij is heel aardig. Hij is heel aardig. Ja, heel aardig. Maar vier keer kijken. Heel aardig. Is en blijkbaar is dat dan een voorbeeld voor onze maatschappij. En blijkbaar ik niet. Ja. Maar misschien omdat ik het anders uitzie. Ja. Maar ik denk bij mezelf, luister, zo ver zijn we zo. En nu hebben we de UFC in Nederland gehaald, in Rotterdam. Maar dat was binnen een dag uitverkocht. En nou hebben we Jacques van Gelder die daar live verslag van doet. Ja, ja. Nou mag het wel, ja. En ik had toen in die tijd Bob Wall, die bij Bruce Lee meespeelde, die had ik als verslaggever. Dat was tenminste echt een grote vergelijking met Jacques van Gelder, ben ik eerlijk in. En toen waren we aan sociale varkens. Toen braken de rellen uit bij ons, maar we mochten in één keer niet meer van de brandweer in de Zuidoosten, want ja, dat was zo gevaarlijk. Toen hebben we gezegd, nou dan doen we de kooi naar buiten doen, dan vechten we daar verder. Ja. Maar achteraf was dat zijn publiek, oh, het voelt best mee. Het, oh, dat valt allemaal mee. Ja, toen valt het mee, het is gewoon een normale sport. En nu zie je dat het topsport is. Conor McGregor verdient daar ongeveer 3 miljoen per wedstrijd mee. Dus ja, en die gaat nog vechten tegen Floyd Mayweather. Ja, het is boxen. Nou gewoon, het is gewoon volkssport. Mainstream. Het is, mainstream. Het is de tweede volkssport van Amerika geworden. Ja, de kooi gevechten. En normaal, ik vind het ook normaal. Ja. Want wij deden die tijd. Heel, heel elkaar, grote keizer. We gaven elkaar een handje naar die tijd. En we zeiden, hé, hey, was gezellig vandaag. Ja, ja. En dan werd een biertje gepakt en ging naar huis toe. Ja. Alleen wij moesten in die tijd, toen wij dat deden, moesten we geld meebrengen. Moesten we ons eigen ticket betalen. Tegenwoordig krijgen ze een miljoen. Ja, het is nou gewoon. Dus of ik ben te laat, te vroeg geboren. Voor dit soort dingen. Of we hebben nou te veel bagage van het verleden mee. Ja. Dat we weten dat het echte schoren zit in het pak achter het bureau. Of we nou van de wet. Ik zou vertellen, we hadden een man bij ons op de gemeente, meneer Willems. En ik reed zonder rijbewijs. Maar die hadden ze me afgepakt om niks. Mag niet. Onterecht, en onterecht afgepakt. Dus en ik ben dan zo rij gewoon door. En we hadden wel kritische vragen over mijn sportschoolvergunning. En ik zeg tegen die man, ja, ik blijf hier gewoon elke dag komen. Moet ik de caravan voor het gemeentehuis neerzetten? Ik blijf gewoon komen voor die vergunning. Want er zijn zoveel illegale sportscholen in Emmen. Gedoogd. En ik mag geen sportschool beginnen omdat ik een motorlid ben. Toen zei hij tegen mij, toen wegliep, stapt u niet aan de verkeerde kant van de auto in? Ik zei, nee, voor mij niet. Stuur ze aan de linkerkant, dat stapt voor mij goed. Maar u heeft toch geen rijbewijs? Ik zeg, kom zo terug. Toen dacht ik dat ik met de motorclub terug kwam, maar ik kwam met mijn advocaat terug. En toen zei mijn advocaat, zeg nog even hetzelfde tegen meneer Kuiper wat hij net zei. Ja, dat had ik eigenlijk niet zo moeten doen, dat was ook niet zo bedoeld. Maar zeg het nog een keer. En die nam het op natuurlijk. En er stond er een band. Hij zei, staat nu op band dat hij meneer Kuipers eigenlijk chanteert dat hij niet weer komt. En die gladnek, die loopt bij ons de beveiliging van Emmen te coördineren. Dat is de veiligheidsadviseur. Die belde mij laatst op, of een assistent van hem, toen we een toertocht hielden. En vroeger hadden we overleg met de politie, hebben we een toertocht deden. Dan gingen we de route bepalen, zeiden liever niet daar langs. En toen deden we dat, waarom? We hadden een fantastische korps, niet. En we hadden een fantastische burgemeester, Kees. Dus het kan ook anders? Kan ook anders. Ja. En toen reden we dan een andere route, omdat zij er liever niet hadden. En wij hadden ons clubhuis. Maar die man die belde me dus een paar maanden geleden op, of twee maanden geleden geloof ik. En die zegt, we willen even met u de route doornemen. Ik zeg, we gaan hem niks doornemen, vriend. Hoe gaan we dat doen zaterdag? Ja, hoe gaan we dat doen zaterdag? Ik zeg, daar gaat je allemaal geen reet meer aan wat we doen. Tijd is geweest. We stappen gewoon op de motor. Die motor verzekerd. We hebben een rijbewijs. En ook een nummer 300 man rijden of alleen. Juist. Er staat nergens in Nederland met hoeveel mensen we moeten rijden. We mogen alleen niet door. Ja, daarom zegt wel John van de Heuvel maar. Ja. We mogen alleen niet door. Bel John maar. Over John heb ik ook nog wel wat leuk. Want die stuurde mij van de week een fotootje van een... Ik vind het van een andere motorclub en dat was volgens hem een neonazi. En dat vond hij niet netjes, want ik had hem wat over premier Rutte gestuurd. Oh ja. Hè, over dat salon gebeurde daar. Over wat? Dat salon gebeurde daarnaar. Oh, je bedoelt hier. Ja, met meneer Keizer, dat hij niet zo netjes was. En ook over die hoofdofficier van justitie. Juist. En toen zei, stuurde hij mijn fotootje, maar dat jij met neonazi's hebt bijvoorbeeld. Ik stond niet op voor, maar jullie club. Met neonazi's. Ik zeg, maar die man die bij die neonazi's staat, wat jij zegt, ik weet het niet. Maar dat is van een andere club. Die staat toevallig met een Koert op een foto. En als een neonazi denk ik niet dat je met een Koert op een foto komt. Klopt. Als je echt een neonazi bent, dan denk ik... PPK. Ja, nou, of PPK, of een Turk, of een Suriname, sta je daar niet met een foto. Nee. Als je neonazi bent. Hij zegt, maar ja, dat vond hij in één keer zo slecht. Wij zien jullie die dubbel. Nee, maar hij had natuurlijk niks. En toen stuurde hij mij, ik kan zo laten lezen, stuurde hij mij... Je hebt ook altijd je woordje klaar. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is mijn vak natuurlijk. Ja. Nou, ik zei jouw vak is om te liegen, mijn vak is om te verdedigen. Maar ja. Kijk, alle gekken op een stukje. Het was voor ons ook een eer om hier te zijn natuurlijk. Nee, maar het is ook eerst voor ons. Even tijd gaat het echt belangrijk. Om de waarheid te vertellen. Waarheid is altijd zo, kijk, we hebben de andere kant kunnen laten zien. Ja. Van de werkelijkheid. Klopt.
Nou, wij zijn, wij zijn heel erg vereerd dat jullie de moeite hebben genomen. Het was ons ook een eer om wat terug te doen. En Jokie was een fantastische gastdame. Ja, alles is aan boord komen. Weinig. En we wensen jullie heel veel sterkte. Ik kom er helemaal niet tussen met jullie twee. Wacht even. Tot slot. Sluiten we dit programma af. Ja, het kan haast niet anders. Die vieze, zieke, ijdeltuit Plaskerk. Die de afgelopen 4 jaar, zeg maar, ik kan het niet anders verwoorden, de hoer gespeeld heeft voor Godvader Rutte en zijn VVD-misdaadgroep. Die tegen mensen zoals ik en hun, als we eens een keer niet in de pas lopen, moet je eens kijken wat hij zei. Dan waarschuwt hij ons dat we onze ordinaire, kaalgeplukte tengels van zijn elite gangsters in het pak af moeten blijven. Kijkt u maar even tot slot. Naar dit filmpje. Maar sowieso, ik bedoel, blijf een beetje tengels van onze politici af. En hou die ook in ere. Afschuwelijk. Maar sowieso, ik bedoel, blijf een beetje tengels van onze politici af. En hou die ook in ere. Maar sowieso, ik bedoel, blijf een beetje tengels van onze politici af. En hou die ook in ere. Maar sowieso, ik bedoel, blijf een beetje tengels van onze politici af en hou die ook in ere. Willen worden van de motorclub No Surrender, kunnen uiteraard contact opnemen met de motorclub. Wie lid willen worden van de politieke partij van No Surrender, kunnen zich ook aanmelden. Ook via... Dus niet van No Surrender, dat is de politieke partij rechtdoor. Oh, de politieke partij rechtdoor. Als er dus mensen zijn die lid willen worden van de politieke partij rechtdoor, maar geen geld hebben, kunnen ze zich bij ons aanmelden, want wij adopteren armlastige leden, betalen wij het lidgeld. Ook mensen die willen dansen met Joker kunnen zich melden. Mits. En dat ze wel gevuld zitten, hè, Joker? Oh, ja, dat is jammer. Ik wil mijn naam bewegen. Hey, alleen mensen. Ik heb alleen mijn zakdoekje. Alleen mensen met centen. Hé, hey, Joker. Of doe maar. We laten deze ronde voorbij. Ja. Hebben jullie nog iets een laatste mededeling? Nou ja, we hebben natuurlijk veel geleerd natuurlijk van mensen zoals jij en andere YouTube-fanatieke mensen. En we hebben sinds kort ons eigen YouTube-kanaal. Rusty Cooper. Okay, dat betekent eigenlijk levensstijl van Kuipers. Cooper betekent Kuipers. Okay. Dus ja, Rusty Cooper. En daar gaan wij en over politiek praten, en over sport, en over werk en aanbod. We gaan er praten over alledaagse dingen, zoals jij dat ook doet. Wat minder satirisch misschien, maar we gaan daar in ieder geval... Op jullie eigen manier. Op onze eigen manier. Natuurlijk zoals we zelf zijn. Yes. Ja. En we laten de motorwereld van dichtbij zien hoe het echt is. We zijn een documentaire aan het maken over onze motorclub. En die is bijna klaar. We hebben de National Run 2 juli. Dan gaan we 500 man gaan we dwars door Nederland. Dan zal de politie wel even van schrikken. Maar mensen, als je ons ziet, schrik niet. Nee. Hoor niks. Spring achterop. Maar dat gaan we erbij doen. Dus vanaf over twee weken hebben we een mooi YouTube-kanaal. Leuk. Rusty Cooper. Ik wil wel een keertje achterop bij. Geen probleem. Ja, Joker, zo kan hij wel weer. Ja, te gek, man. Maar beheers je een beetje. Jasje mag ik niet aan, hè? Alles niet. Het is een jasje. Rustig, Joker. Joker, ga los. De Hells Angels mocht je ook geen jasje dragen. Nee, die naam mag je niet noemen. Joker, je hebt vroeger uit de avond. Jammer, Joker. Je bent toch uit de club. En jongens, even tot slot. Voor het echte nieuws. Kunt u terecht. Binnenkort hebben we nu gehoord bij het kanaal van No Surrender. En anders, het echte enige nieuws naast het kanaal natuurlijk, wat ik al zeg van No Surrender, kunt u terecht bij Volksnieuws Amsterdam Noir. Daar leest u de enige waarheid in de hele wereld trouwens. Niet alleen in Nederland, in de hele wereld. U kunt ook kijken op ons YouTube kanaal. Geweldige reportages, niet gesubsidieerd. Dus daar wordt de waarheid gemeld. En u kunt met ons meetwitteren tegen de straf de armenmaatschappij. En dan bent u ook eens een keer geen dode vis die meedrijft met de stroom. Oké, kijkers, tot volgende week. Laat ze maar gaan. Dat klopt, jongen. Dat is leuk. Laat ze maar praten over anderen.
laat ze maar gaan. Ze hebben anders niets te doen.